We beginnen met softbond primer. Natalia werkt op de Easy Trainer. Dat is natuurlijk ideaal om daarop te werken, zeker als je geen model bij de hand hebt. Het is dan toch wel fijn om Gel Polish Bond aan te brengen, gewoon om in het systeem te blijven werken. Het schabloon zit al, het wordt een almond-shaped nagel. De schabloon is iets tapser aangeplaatst en wijkt iets af naar beneden, waardoor je die mooie lengtebonnen krijgt. Met Power Gel Clear wordt de eerste laag aangebracht. Power Gel Clear wordt nu aangebracht op de natuurlijke nagel en met de andere zijde van het Power Gel Tool zit natuurlijk een penseel en een klein beetje prep and wipe zorgt Natalia ervoor dat het product mooi aansluit bij de cuticle en in de sidewalls. Dat is natuurlijk de belangrijkste plek voor die luchtdichte verzegeling, zoals Cherise dat altijd noemt. En vervolgens houdt Natalia ervan om een oud acrylpenseel te gebruiken om de Power Gel te verdelen. Dat doet ze natuurlijk wel met prep en wipe, maar dus een oud gebruikt acrylpenseel. En daarmee kan ze heel makkelijk dat product naar voren toe uittrekken, want een acrylpenseel is wat flexibeler en wat groter dan dat oorspronkelijke Power Gel Tool. Nou, met zachte, strijkende bewegingen egaliseert ze het oppervlak van de nagel en zorgt ze er dus voor dat de nagel mooi gelijk overloopt van cuticle-lijn tot aan hairline, oftewel de free edge-lijn. Nu even aandacht besteden aan het vormgeven van de vrije top. Dus zorg ervoor dat die nagel, die almond shape, er al mooi in zit. Want als dat al goed lukt, is straks natuurlijk het veilen beperkt tot een minimum. Dat is trouwens een trend tegenwoordig, hè? Zo min mogelijk veilen. Met de expert tool voor pinching, pinch Natalia de nagel in vorm, wordt uitgehard uiteraard 1,5 minuut en vervolgens een tweede applicatie Power Gel Clear. Die wordt ter hoogte van de apex, het hoogste deel van de lengtebolling, neergelegd. Dus de plek waar de nagel zijn meeste bescherming nodig heeft, dat is ter hoogte van het stresspunt. Weer zorgen voor die luchtdichte verzegeling rondom de cuticle en vervolgens weer mooi egaliseren en uitblenden naar de hairline. Om dit deel van de nagel nu te pinchen, na ongeveer 10 seconden komt de nagel uit de lamp en gebruikt Natalia de Transparent Gel Clamp, want hiermee kun je terug de lamp ingaan en behoudt de nagel toch wat mooier zijn vorm. Gemiddeld krimpt de nagel namelijk tussen de 10-15% en je wil in die krimping die C-curve behouden. Met prep en wipe wordt nu het residu verwijderd, want anders kun je merken dat je veil een beetje vol loopt tijdens het veilen. Je ziet ook dat de bolling al mooi ligt. Met een 100-180 grit, of in dit geval de Hygienic 100-180 grit, wordt de nagel in vorm geveld. Eerst met 100 grit en vervolgens met 180. Met een van onze stempelplaten en witte nagellak gaat Natalia nu eerst het design neerzetten. Ze gebruikt die voor de transparante stempel, zodat je het goed kunt plaatsen en plaatst deze op de hele vrije top van de nagel. Het is niet heel belangrijk dat deze perfect is aangebracht, want Natalia gaat hier straks nog iets leuks mee doen. Namelijk met een paarse gel polish, dat is de Purple Beetle, dat is een van onze metallic kleuren, die wij eind vorig jaar hebben uitgebracht, gaat ze nu het nagelbed aanbrengen. Je ziet hoe prachtig dekkend deze kleur is. Je kunt hem eigenlijk in één keer al perfect zetten. En eigenlijk is dit een reverse techniek, maar dan uitgevoerd met gel polish. Want ze draait even de vinger om. Natuurlijk zou je anders steunen. En met het kwastje van de gel polish creëert Natalia een prachtige, perfecte smile line. Op die stempel. Waardoor je dus een soort fun French idee krijgt in een andere kleurstelling. Ergens in het vorige seizoen heb ik dit ook een keertje laten zien, of heeft Debbie dit laten zien, met zwarte gel polish. Met een van onze penselen, ik geloof dat dit Jessica's Choice is. Katarina's Choice is dit, af en toe weet ik het ook niet meer. Corrigeert zij nu de smile line om hem helemaal perfect te krijgen. Dat corrigeren zorgt altijd voor dat de smile line een beetje de vorm heeft van je verlenging. Dat geeft het meest natuurlijke resultaat. En rondom de cuticle lijn perfect Natalia nu ook de applicatie, zodat deze zo strak mogelijk tegen de natuurlijke nagel aan zit. Doe je dit op een klant, doe je natuurlijk eerst een e-manicure om te zorgen dat je met je kwastje zo dicht mogelijk bij die cuticle kunt komen. Het product is nu uitgehard en nu herhaalt Natalia deze kleur, maar op de verlenging, een soort dubbele smile line. Dus nu wordt de top van de nagel ook in vorm gezet in dezelfde kleur als het nagelbed. Dat is dus natuurlijk de Purple Beetle. Ze brengt deze weer naar elkaar toe en wederom met Katarina's Choice penseel corrigeert ze nu de smile line. Eigenlijk een hele diepe smile line. Het is een duo smile line met dus daartussen heel mooi dat kanteffect van die stamping plate. Met een klein beetje liner gel white of gel polish white is white, dat is wat je prettig vindt, creëert Natalia met een dotting tool een aantal mooie stipjes rondom de smile line om extra te accentueren dat die smile line daar dus met reden zit. Hè? Want anders zou het nogal blunt eindigen, zou het nogal abrupt eindigen van paars naar wit naar paars.
Daar herhaalt ze ook naar de andere kant. Ze draait nu de vinger of de practice finger om. Als je op een klant werkt, draai je natuurlijk even de hand van de klant om. Deze stap herhaalt Natalia zo direct ook nog op de verlenging van de nagel. En vervolgens wordt de nagel afgewerkt met Extreme Matte Top Gel. Schud die wel altijd even voor gebruik voor het extra matte effect. En Extreme Matte Top Gel heeft natuurlijk geen plakresidu. Maar wil je hem nou extra mat hebben, kun je hem wel even afnemen met Prep & Wipe. Je ziet nu het glanzende eindresultaat. Een hele mooie weerspiegeling zie je ook van de lamp. Prachtig gedaan natuurlijk. Voordat hij in de lamp gaat, is hij altijd glanzend. En nu zie je het matte resultaat. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Het geeft een soort dreamy effect. Het is een soort combinatie tussen French manicure, fantasy en beautiful gebruik van de producten. Dus ga hiermee aan de slag. Maak gekke combinaties, want juist die combinaties zijn prachtig.